11 uur, waar is Henny? Misschien is hij het vergeten. Een verjaardag, die vergeet hij. Een oproep voor de rechtbank. Oud en nieuw, dan slaapt hij dwars doorheen met dit. Misschien is zijn wekker kapot. Die heb je ook allemaal niet nodig. Weet jij waarvoor Henny zijn nest uitkomt? Hiervoor. Voor 200 gulden. Oh, daar kom ik ook mijn bed wel voor uit. Dit is niet voor hem. Dit is mijn inzet voor de paardenraces van vanmiddag 5 uur. Henny moet me nog even noteren. Om 5 uur pas? Maar dan heb je nog tijd zat. Dat zou je denken, ja. Maar ik moet dat vrachtje infrarode lampen wat ik buiten in die pick-up heb liggen... nog even naar die hennenplantage in Bergendam rijden. Dan ben ik pas om 5:30 terug. Zal ik rijden? Nee, Kees, dat lijkt me niet zo'n goed idee. Waarom niet? Ik kan auto rijden. Kees, jij kan er niet eens een bocht maken met een botsauto. Maar dat kan ook helemaal niet. De reis achteruit. Ik rijd deze wel. Als Henning daar komt, dan moet jij hem het geld maar geven. 200 op vuursteen. Vuursteen? Dat is de naam van het paard. Hoef je allemaal niet te onthouden. Dat weet Henny wel. Hij moet alleen nog maar inzet hebben. Duidelijk? Hallo, u bent Johnny Flodder. U hebt toch een roze wagen? Ja, hoezo? Ik ben Tony. Dit is Rico. Een vriend van ons gaat vandaag trouwen en we willen hem graag verrassen. Sorry, hij is niet te koop. Nee. We willen hem alleen maar even huren. Om het bruidspaar van het gemeentehuis naar het feest te rijden. Niemand rijdt in de wagen van Johnny behalve Johnny. Nou, je hoort het. Je moet trouwens weg. Tot vanmiddag en niet vergeten. Hè? Maar we willen er wel voor betalen. Dankjewel. Ja, ik ben er nog niet zo goed in. Ik moet nog veel oefenen. Mag ik kijken? Ik kan er niks van, hoor. Toch, doe maar langzaam. Dan kan ik het volgen. Ik kan het alleen maar langzaam. Leuk. Nog een keer? Jeetje. Zie je, ik kan er niks van. Zullen we het om geld doen? Ja, maar kijk het even. Om een tientje. Dat is niet zoveel. Ik weet niet of ik dat nou wel moet doen, hoor. Kom op, schuiven. Kapper mee, dat is niks voor mij. Ik dacht dat er geld mee te verdienen was. Ja, maar dat is toch ook zo? Kijk eens, dit heb ik net gewonnen. Ik bedoel dat ik dacht dat ik er geld mee kon verdienen. Nou, ik kan maar beter kranten gaan verkopen of zo. Ach, alsjeblieft, nog één keertje. Ik ben net aan het winnen. 200. Wat? 200 gulden? Ja. Ja, en wat als ik verlies, hè? Dan kan ik de rest van de week niet meer eten. Ja, dan komen gewoon een paar bitterballen voor je. Opschieten. Niet zo snel. Help! Hou op! Laat me eruit! Oké, waar ligt het balletje? Je deed het nu veel sneller. Ik weet niet waar die is gebleven. Opschieten, waar ligt die? Nee, niet het gat van Johnny.
sorry, Johnny, maar dan had je het niet moeten inzetten. Nee, ik ben niet Johnny. Ik ben Kees. Wat is dan je probleem? Het geld is niet eens van jou. Nee, van Johnny. Ik moet het nog voor hem inzetten. En dat heb je net gedaan. Gefeliciteerd. Nee, niet bij jou. Bij Henny. Ik dacht dat je er helemaal niks van kon. En dan blijkt ineens dat ik het wel kan. Ben je niet blij voor me? Nee, geef maar. Zeg, waarom zou ik? Ik heb dat eerlijk gewonnen. Nou, Kees, tot ziens. En bedankt voor je inzet, zou ik maar zeggen. Kees, waar is Johnny? Die is net weg. Maar ik krijg nog geld van hem. Ja, dat is ook net weg. Maar heeft hij jou dan niks gezegd over de paardenrace? Hij zou zijn inzet vandaag meebrengen. Om 5 uur gaan die paarden lopen. Dan moet ik het geld hebben, wil ik nog kunnen inzetten. Dat weet Johnny toch? Ja, dat weet Johnny. Jij wil inzetten. Meijer, Meijer. 100 Meijer. Ik hoop 100. Een Meijer. Ik hoop 100. En die Meijer, Theo. Ja, heel goed. En Theo, niks voor jou, Bob? Nee, ik ben niet op paarden. Ik hou meer van vrouwen. Daar geef ik echt alles aan uit. Goeiedag. Ik ben Kees Vlok. Ja, en? Hier, Dennis. Kom op, Mickey. Ah, hier is ze. Kees, doe die deur dicht. Het wordt hier koud. Nou, je hebt niks te veel gezegd. Dat ziet er inderdaad heel goed uit. Kees, je verkoopt die badkuip toch niet? Ik ben nog niet klaar. Hij komt niet voor de badkuip, hoor. Waar dan wel voor? 200 was het toch, hè? Ja, kan je even op de gang wachten? Wat moet die vent? Dat is Bob. Dat is een hele leuke kerel. Kwam ik tegen in de kroeg. Ik wist niet dat jij op kerels viel. Hij is ook niet voor mij. Hij is voor jou. Ja, bedankt. Ik zoek ze zelf wel uit. Wat is er dan mis met deze? Het is een viezerik. Ja, dan schuif je toch even op. Ik wil helemaal niet met die vent in bad. Ja, maar hij heeft er echt zin in, Kees. Hij heeft er een heleboel voor over. Ja, als ik hem was, zou ik er ook een heleboel voor over hebben. Dus het mag? Ja hoor, ik ben zo klaar. Als hij maar van mijn shampoo afblijft. Nee, ik bedoel, dus hij mag met jou naar bed. Wat, naar bed? Met die viezerik? Mooi niet. Ja, maar ik heb het hem al beloofd. Tja, dat is dan pech. Wie wil er nou met zo'n vuilniszak in bed kruipen? Nou, dat zou je nog verbazen, hoor. Hij is heel populair. Ja, bij wie dan? De compostverwerking? Ja, maar wat moet ik dan tegen hem zeggen? Hij heeft er al voor betaald. Wie heeft betaald? Ja, Bob. Nou, geef Bob zijn geld dan maar weer terug. Er is vandaag geen voorstelling. Oh, nee? Metjobia! Au! En? Het valt wel mee, het bloedt niet. Ik heb het over die zus van je. Oh, die, ze moet er nog even over nadenken. Waarover? Ik heb toch al betaald? Ja, maar ze moet ze nog even opfrissen. Opfrissen? Ze zit al in bad. Ja, maar ze moet nog even het schuim kwijtraken. Daar doet ze wel even over. Wat is dat voor onzin? Als ik naar die afwerkplaats achter het viaduct was gegaan, dan stond ik namelijk met mijn broek op mijn enkels. Voor de helft van de prijs. No. Ik wil mijn geld terug. Nee. Dan wil ik die meid in bed hebben en heel snel. Oké. Okay. Goed, wacht maar even beneden in de kamer. Wachten. Ik heb niet de hele dag de tijd. Ik ook niet, hoor. Een luchtkasteel? Ja, en hij heeft me gevraagd... Ga daar maar even zitten. Wie is dat? Dit is Bob, Ma. En hij komt voor Kees. Weet je dat wel heel zeker? Ja, hoor. Bob, ik ga Kees even wat te drinken brengen... en dan roep ik je dadelijk wel. Schiet je wel op. Wat moet je? Nou, je lijkt me niet echt het type waar Kees op valt. Oh, nee. Nou, ze mag wel blij zijn dat ik de moeite neem om hier helemaal naartoe te komen. Nee, ik zou 's ochtends niet graag naast jou wakker willen worden. Nou, dan ben ik al lang weg. Ik moet 's morgens geen gezeur in mijn kop. Waar ken je er eigenlijk van? Wie? Kees? Nergens van. Die lange had het erover in de kroeg dat hij een zus heeft die er wel zin in had. En ik moet het thuis al maanden ophouden, want mijn vriendin is in verwachting, dus... En Kees ziet jou wel zitten? Weet ik van wat kan mannen dan om? Ik heb al een vriendin. Zeg, het lijkt hier wel een sociale dienst al die vragen. Nou, Kees heeft zoveel vriendjes, dan word je wel eens nieuwsgierig, hè? Ja, maar gaat jij nou aan? Ik ben de moeder. Oh. Oh. Hoe is dat zo? Zo had je er nog niet uit.
Zijn dat toch je eigen tanden? Oh ja, tot aan de hoeken. Oh, die zien er netjes uit, zeg. Bij mij slaat het allemaal geel uit. Kijk maar. Ik ben al filtjes gaan roken, maar ja, dat wil ook niet echt helpen. Ik rook sigaren en dat spoel ik dan altijd weg met een goede slok whisky. Oh, en dat werkt? Ja, zeker weten. Alleen je leven krijgt natuurlijk elke keer een opdonder. Er zijn dagelijks zo geel zie als een kanarie. Jammer, kan jij wel hebben. Zo'n lekker ding als jij bent. Hey. Ik kan me wel voorstellen dat Kees iets in jou ziet. Zoeken, Kees? Die pillen waar we whisky altijd mee rustig houden. Waar heb je die voor nodig? Als hij nog stiller is, kunnen we hem net zo goed begraven. Maar ze zijn niet voor whisky, ze zijn voor Kees. Die pillen zijn sterk, hoor. Ja, ze zijn eigenlijk voor dolle honden bedoeld. Well, Kees was wel toe aan een goede dut, zei ze. Ah, hier zijn ze. Hondenkalmeringspillen. Extra sterk. Hebben wij die ooit gebruikt? Ja, 2 jaar geleden nog. Toen whisky weer zijn postbode het zwembad had ingetrokken. Oh ja, dat weet ik nog. Toen had Ma een halve pil door zijn eten geprakt. Hij werd pas wakker met kerst. Tja, net op tijd. Ma wilde hem juist opstoken, omdat hij toch maar in de weg lag. Maar zullen ze nog wel werken? Ze zijn al een paar jaar oud. Even snuiven, ouwe. Dat werkt nog prima. Mooi zo. Kees? Wat moet je? Is die Engert al weg? Bob, die is er niet meer. Die is weg. Kijk eens. Die is voor jou. Oh, bedankt, Kees. Doet je neus nog pijn? Drink je niet op? Oh, dadelijk. Eerst mijn nagels. Maar kun je eerst even drinken? Ik breng het glas dadelijk zelf wel naar beneden, hoor. Ja, maar stel je voor dat je vergeet om te drinken. Zeur nou niet. Ik drink dadelijk wel als ik klaar ben. Ja, wanneer dan? Weet ik veel. Wat maakt dat nou uit? Ja, ik heb haast. Ik moet voor 5 uur terug in de stad zijn. Ik drink het dadelijk wel op. Zeg nou niet. Alsjeblieft, drink nou op. Nee, niet doen. Niet. Laat je me wel met rust als ik het opdrink? Ja, drink op alsjeblieft. Ik zeg tegen die agent, ik wil wel over die lijn lopen, maar dan moet jij voor me vasthouden. Want zo kan ik nog niks beloven. Hey Bob! Ja, ik kom. Nou, ik ga even naar die dochter van je en toch bedankt voor de tip.
Daar ligt ze. Ze is er helemaal klaar voor. Ah, Kees? Waarom heeft ze haar ogen dicht? Nou, ze is verlegen. Nee, ze slaapt. Ja, dan kan je gewoon je gang gaan. Hey, oplichter, ik wil mijn geld terug. Waarom? Dat is te veel makkelijker zo. Anders moet je er ook nog mee praten. Ik wil mijn geld terug, grappenmaker. Ik had hem een lekkere, ondeugende meid gevraagd. Niet op een coma-patiënt. Je moet blij zijn dat ze slaat, anders kletsen de hele tijd. Dat wil ik juist. Ik hou van meiden die smerige praat uitslaan. Dat wint mij nou op. Nee. Nou, kom hier met die poen. Dit wordt dus helemaal niet opwindeld. Ik kan het geld beter gebruiken. Kees? Wacht, Bob, ik kan ook smerig praten. Ja, kom maar op. Jij met je grote vlaggenmast. Oh ja, geef die vaantjes nou strak aan. Oh. Volle. En ze vlucht dan. Oh. Kees, Henny voor je. Henny. Ja, de inzet van Johnny. Ja, die moest ik nog halen, die was ik vergeten. Ja, voor 5 uur, dat weet ik. Henny, is Tony dan nog in de kroeg? Ja, hij heeft zo'n zwart trouwpak aan. Ja, roep hem even. 200. Tel maar na. Maar hij moet wel weer voor 6:30 terug zijn. Johnny mag het niet merken. Maak je geen zorgen, om 5:30 staat hij hier. Of in de sloot. Geintje, nee. Ik breng hem mooi op tijd terug. 6:30. In de ochtend. Mogen we dan nu de sleuteltjes? Ik heb geen sleutels. Die heb Johnny en die is weg. Wie heeft er tegenwoordig nou nog sleuteltjes nodig? Hè? Hey, bedankt hè. En tot ziens. Wacht. Kan ik mee rijden naar de stad? Kan ik mee? Henny, hier is het geld van Johnny. Kun je klok kijken? Het is 5 uur geweest. Je bent te laat. Ze zijn het begonnen. Kijk maar. De weddenschappen zijn al gesloten. Maar ik moet er van Johnny inzetten. Nou, daar ben je dan te laat mee. En als het paard nou wint? Dan heb je Johnny 800 gulden door zijn neus geboren. Gefeliciteerd. Sorry. Zeg, hoe heet het andere paard dat daarvoor op loopt? Dat is zwarte diamant. Diamant! 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 We hebben hem op Vuursteen ingezet. Lucky voorzitter, u is derde in de diamant, diamant. Hou maar op, Kees. Vuursteen gaat winnen. Hoe weet jij dat? Omdat ik dat weet. Waarom dacht je dat iedereen zoveel geld in zit? Vuursteen vertoont geen spoor van. Als ze echt willen gokken, kunnen ze beter uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Vuursteen, zwarte diamant, zwarte diamant. Die wedstrijd is al helemaal geregeld. Vuursteen gaat winnen. Vuursteen en zwarte diamant. Johnny wist dat ook. Daarom waar die 200 gulden in zit. Maar ja, als er niet op tijd wordt betaald. En nu gaat het om die laatste paar meters. Vuursteen en zwarte diamant vechten om de leiding. Zij aan zij lopen de paarden over de baan. U ziet het. Hou me hard vast. Wat een spanning. Vuursteen lijkt een kleine voorsprong te nemen. En zwarte diamant... Ah, nu nut op tijd. Sorry. En laat zwarte diamant achter zich. Wat een spanning, dames en heren. Het is haast niet te harde. Vuursteen lijkt de grote favoriet. Maar zwarte diamant is niet te onderschatten. Vuursteen heeft toch een voorsprong. Zwarte diamant lijkt terug te vallen. Maar wacht. Zwarte diamant zet een sprint in. Vuursteen wordt ingehaald door zwarte diamant. Ja, zwarte diamant bezit nu. Zwarte diamant gaat naar zwarte diamant. Heeft een ongelofelijk. Hoe is het nu maar zwarte diamant aan de Henny, wat moet ik voorstellen? Ja. Jij met je grote bek inzitten op Vuursteen. Vuursteen gaat winnen. Moet je nou zien. 200 piek door het riool. Johnny, eigenlijk zou ik je gewoon door de play moeten trekken. Vuile rat. Johnny. Ja, wat? Ik heb niet ingezet. Ik was te laat. Ik kon niet meer inzetten. Je was te laat? Ja. Luister. Het blijft natuurlijk gokken. Het is toch niet mijn schuld? Nou, Henny, dan mag je mij wel naar huis brengen, want ik heb mijn auto thuis laten staan. Ja, dat is goed. Ik breng jullie maar even.
laten we gaan. Kom mee, Kees. Zullen we hier nog even wat drinken? Het is nog zo vroeg. Meekomen! Rot maar op, Henny. Het is de laatste keer dat we naar je luisteren. Hé, laat er eens maar zitten. Ik heb net 800 gulden gewonnen dankzij een gouden tip. Kees. Oh nee, Bob. Kees! Ben jij een hele vrolijke Kees? Ja, omdat je auto daar staat, Johnny. Hoezo? Daar stond hij vanochtend ook. We staan nou zo leuk en... Hé, hey, kom hier nog, Johnny! Wat hebben jullie met mij gedaan? Wie? Jij en die Bob? Ach, niks, Bob was al lang weg. Oh ja? En hoe komt dit dan op mijn kamer? Hè? Johnny, help! Wacht op, Johnny. Uiteindelijk worden we gek op mij losgelaten. Dat is niet waar, Johnny. Wat moet dit voorstellen, Kees? Ik heb niks gedaan. Ik heb niet in je auto gereden. Hé. Hey. En ik had nog helemaal niet gezegd dat ze achter mijn auto vastgebonden waren. Hoe weet jij dat nou, Kees? Johnny, het ging zo snel. En ze was daarna zo langzaam. Ik had 10 gulden gewonnen. En daarna ging ze het opeens heel snel doen. En het balletje lag onder de middelste. En het ging zo snel, ik kon er niks aan doen. Ik ben bang dat je een klein beetje ondeugend bent geweest, hè, Kees? Nou, hoop ik maar voor je dat je heel erg gaat rennen. Ja! Hallo, is er iemand? Hey, jij weer? Ja, ik wou nog even bedanken voor die tip. Zwarte diamant heb inderdaad gewonnen. En nou heb ik 800 gulden in de pocket. Heb je zin om mee te gaan een stukje eten? Ik weet het niet. Ik moet eigenlijk koken voor de familie. Ach, die hebben we nog geen honger.